Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Deze aflevering staat volledig in het teken van de Ridgeback. Heb jij nou bijvoorbeeld een Ridgeback, dan is het superleuk om te zien. Maar ben je van plan om ooit een Ridgeback aan te schaffen? Of vind je het gewoon leuke honden? Of ben je misschien een Ridgeback? Blijf dan kijken! De Rhodesian Ridgeback, afkorting Ridgeback, komt oorspronkelijk uit Afrika. Zijn voorouders bewaakten daar de kuddes, het vee dus, en hele dorpen. Ze beschermden de dorpen en de kuddes tegen bijvoorbeeld echt wel spannende grote roofdieren, namelijk leeuwen. En wat ze met die leeuwen deden is, ze renden erop af, ze maakten die leeuwen zo bang en het doel was om die leeuw in een boom te jagen. Ik weet je, een kat in een boom jagen, dat doen de honden van nu ook nog steeds. Maar een leeuw in een boom jagen, daar is wel echt een overdosis moed voor nodig. En de leeuwenjager die naast mij ligt is Dayo. En inmiddels is het natuurlijk helemaal geen leeuwenjager meer. Nou, in ieder geval hier in Europa niet, maar in Afrika worden ze er af en toe nog steeds voor gebruikt. Maar hier hebben we het tegenwoordig gewoon als een huishond. En een van de bekendste kenmerken van een Ridgeback is natuurlijk de ridge. Het is een soort van kruin met haren die tegen de rest van de haren inlopen. Het is een, ja, het wordt vertaald als een soort van bandrand op de rug. En het is best wel grappig. Het begint als een soort van, ja, echt het bolletje, kruintje. En naarmate de staart richting de staart loopt het uit in een puntje. En deze ridge hebben ze al eeuwen lang. Toen ze vroeger nog gebruikt werden in Afrika, wat ik net vertelde, toen voorouders de leeuw in de bomen joegen, hadden ze die ridge al. En in Afrika wordt die band, wordt de pronk genoemd. En omdat het op de rug zit, heet dit ras geen Rhodesian Ridgeback in Afrika, maar heet het de pronkrug. Lig je lekker te slapen? Ik ga jullie nu iets meer vertellen over het uiterlijk van de Ridgeback. En Dayo ligt nu lekker te slapen, dus ik ga kijken of hij straks eventjes kan helpen om wat meer voorbeelden te geven. Maar er zijn best nog wel wat dingen waar je de Ridgeback aan kunt herkennen. Dat is namelijk de kleur. En het is, ze noemen het roodkleurig. En het kan iets faler zijn of iets dieper of feller rood. Maar je hebt niet ineens een witte Ridgeback of een zwarte Ridgeback. Dit is eigenlijk echt gewoon de kleur die ze hebben. Voor de rest hebben ze hier op hun borstkast hebben ze wel altijd iets wit. En dat witte kan in allerlei soorten verschillende vormen zijn. En Dayo heeft dus een sterretje. Dat is echt heel grappig. Het is gewoon echt een ster. Voor de rest is hun kop. Ik vind een kop van de Ridgeback altijd echt super gaaf. Omdat ze hebben echt over het algemeen een brede kop. Mannetjes hebben meestal een veel bredere kop dan vrouwtjes. En die mannetjes hebben ook vaak best veel rimpeltjes. En dat hebben beagles ook. Dat gerimpel, dat vind ik echt schattig. En de koppen van de vrouwtjes zijn vaak een klein stukje spitser. De oren zijn net iets opstaand. Hun neus kan soms best wel spits zijn. De poten zijn echt van die stevige, dikke, sterke poten. Een mannetjes Ridgeback kan wel 70 centimeter hoog worden. Gemiddeld is hij ongeveer tussen de 65 en dan 70 centimeter hoog. En 70 centimeter hoog is echt heel erg groot. En ze kunnen wel tussen de 37 en 40 kilo wegen. 40 kilo, dat is echt voor een hond. Ze zijn dan ook echt super gespierd, want ja, weet je, om zo'n leeuw in een boom te jagen, dan moet je wel echt gewoon sterk en wendbaar zijn. En ze hebben ook vaak best wel een brede borstkast en een brede rug. Vrouwtjes blijven iets kleiner en daardoor ook ietsje lichter. Vrouwtjes worden ongeveer tussen de 61 en 66 centimeter groot. En die blijven rond de 32, 35 kilo wegen, weet je. Als ze iets dikker is, is 35. En als het gewoon mooi slanker is, gemiddeld is het dan 32 kilo. Hij ziet er nu een beetje lui uit, maar niks is minder waar. Een Ridgeback is alles behalve lui. Als je hem ziet staan en hij is in actie, dan zie je dat hij alles heeft van een atleet. En ik heb het ook zelf mogen ervaren dat het jachtinstinct van Dayo en Matsi er nog super, super goed in zit. Wat Dayo en Matsi namelijk leuk vinden, is op hazen jagen. En je zou denken, zo'n haasje is veel sneller dan, ja, Matsi en Dayo. Maar het boeiende was dus, Dayo ging achter die haas aan en hij werd zo ontzettend snel. Maar die haas is natuurlijk nog net iets wendbaarder dan die, ja, grote logge Ridgeback. Toen kwam Matsi van de andere kant en toen hebben ze samen die haas ingesloten en gevangen. En ik vond het echt wel super zielig en ik wilde eigenlijk best wel boos worden op Matsi. Maar om te zien hoe die twee honden samenwerkten om die haas te pakken en hoe snel en wendbaar ze waren, was echt super, super boeiend te zien. Voor de rest zijn het eigenlijk absoluut alles behalve echte moordenaars. Want Ridgebacks kun je heel erg goed houden met andere huisdieren. Je moet ze wel vanaf jongs af aan goed laten wennen aan bijvoorbeeld katten. En ja, toch zou ik niet echt aanraden om ze gewoon los te laten met konijnen, cavia's en hamsters. Want ergens zit
het er nog echt in van wat ik net vertelde, dat ze toch nog achter die haas gaan, dat ze toch nog die haas hebben gepakt. Wat echt kenmerkend staat voor het karakter van een ridgeback is dat ze echt gehecht zijn aan hun gezin. En het zijn niet honden die de hele tijd, zoals bijvoorbeeld wat Buddy bij mij deed, golden retrievers of border collies, heel erg in de buurt blijven van hun baasje en alleen maar de hele tijd kijken van waar is mijn baasje en ik word helemaal hysterisch. Hij scharrelt lekker rond over het terrein, maar toch houdt een ridgeback altijd wel een beetje in de gaten waar zijn baas is. Want als ik hem bijvoorbeeld vergelijk met Matsy, weet je, Matsy de beagle, die staat echt kenmerkend voor ze ruikt iets. Hun oren gaan dicht en ze peren hem. En bij Dio is het toch altijd wel handig als hij erin is. Want Matsy blijft altijd wel een beetje in de buurt van Dio. Dat is super handig, want ik wil natuurlijk niet dat Matsy ineens pleit is. Ook kunnen ridgebacks best goed leren om alleen te blijven. Het zijn niet honden die een uurtje alleen kunnen blijven en daarna helemaal gek worden. Alleen je moet ze wel goed aanleren. En als je ze diep in hun hart kijkt, zijn ze het liefst toch gewoon een beetje ergens in de buurt van hun gezin. Wat ik tegenwoordig ook heel vaak zie, is dat deze ridgebacks als echte waakhonden worden gebruikt. En dat kan echt supergoed, want serieus, Dio als die losloopt en er komt iemand aan, een vreemd iemand met een pet of een man, nou, dan kan hij echt gaan blaffen en dan denk je echt van oké, weet je, ik wil echt wegwezen. Dat ziet er echt al best wel eng en heftig uit. Het zijn niet honden die om alles of niks alleen maar gaan blaffen. Dus ze kunnen echt wel goed kijken van oké, weet je, dat klopt in ons ogen niet en daar gaan we naar blaffen. En voor de rest zijn het, als je ze goed opvoedt, absoluut geen gevaarlijke honden. Maar ik denk dat deze ridgeback wel beter werkt dan menig geen alarmsysteem. Ik denk dat het een inbreker sneller afschrikt als er een ridgeback op je afkomt en dan een soort van alarmpje afgaat. Hè, al zou je het nu niet zeggen. Maar er moet niet nu een vreemd iemand binnenkomen, want dan... jij bent een goede waker. Jij bewaakt hier alles. En als je zelf ooit een ridgeback wilt, dan vraag je je natuurlijk af waar moet ik die nou vandaan halen. Nou, wat ik altijd zeg is, haal die vandaan of uit het asiel, of bij een goede fokker vandaan. Ga nooit naar broodfokkers toe. En hoe herken je nou een goede fokker? Nou, het is toch het stamboom. En het stamboom, het is, sommige mensen denken ik hoef niet per se een stamboomkat, omdat het een soort van status heeft. Maar doordat een hond een stamboom heeft, moeten de fokkers aan bepaalde regels voldoen. En gemiddeld kost een ridgeback ongeveer 1250. En het kan natuurlijk iets duurder zijn of een klein beetje goedkoper. Maar als het echt veel, veel goedkoper is, dan moet je je toch altijd afvragen, haal ik deze hond bij een goede plek vandaan? En er wordt heel vaak gezegd dat mensen denken van, oh, ik haal hem bij zo'n broodfokker vandaan, want ik vind het echt super zielig wat er gebeurt. Maar iedereen die bij een broodfokker blijft kopen, blijft het in stand houden. Want elke euro die jij betaalt aan een broodfokker, of elke 100 of 200 of 600 euro, kunnen zij weer een nieuw nestje meenemen. Dus zolang wij mensen blijven kopen bij broodfokkers, zal het ook nooit en nooit stoppen. Dan op het laatst, hoe verzorg je een ridgeback? Nou, eigenlijk is de vacht van een ridgeback ideaal en super makkelijk. Hij heeft af en toe een borsteltje nodig met een zachte borstel als je wat viezigheid eraf wil halen. Of je kan er een handdoekje over halen. En als ze in de rui zijn, dan verliezen ze wel wat haar. Maar dat is meestal 2 keer per jaar. Dan moet je hem even goed doorkammen en dan is dat ook weer over. Wat wel heel belangrijk is om op te letten, is de rits. Ga niet de rits tegen de haren inkammen. Kam of borstel dan de hele hond. En als je de rits wilt borstelen, dan moet je gewoon, omdat hij de andere kant op staat, gewoon met de haartjes mee borstelen. Want anders kan het een heel vervelend gevoel geven als je dat heel hard tegen de haren in borstelt. Voor de rest is het hetzelfde met alle andere honden. Controleer vaak de tanden, de oren of er geen viezigheid in zit, de nagels of ze niet te lang zijn. En ridgebacks hebben vaak hele donkere nagels. Sommige honden hebben witte doorzichtige nageltjes. En dan zie je heel erg waar het leven begint. Dat is dan namelijk roze. En in het leven moet je niet knippen, want dan knip je eigenlijk in hun vinger, in hun vel. En wat een hele goede tip is, bij witte honden, bij witte nageltjes zie je dus het leven, maar bij zwarte nagels eigenlijk vanaf de buitenkant niet. Wat je kunt doen is, je pakt een pootje, daar doe je een lampje achter, bijvoorbeeld van je telefoon, dan ligt het door die nagel heen op en dan kun je zo kijken waar het leven zit. En je kan het natuurlijk altijd door een echte hondennagelknipper, hondentrimmer laten doen als je het niet zelf doet. Ik ga er ook nooit zo snel zelf mee aan de gang, want ik ben altijd bang dat ik in het leven knip. Kijk, hier zie je trouwens de ster nu goed. Elke ridgeback heeft een wit dingetje op zijn borst en het kan echt in allerlei vormen komen. En wat het gave van Dio is, het is gewoon echt, het is echt een ster. Eigenlijk zou Matsy ook een ster moeten hebben. Ja, je bent een ster. Oh, ga je nu naar je baasje toe?
Wat nog wel een leuk weetje is van Dayo, is dat het de beste vriendin van Matsi is. En altijd als ze elkaar zien, ze worden echt helemaal blij. Maar wat geinig is, Dayo is 3 jaar ouder dan Matsi. En hij heeft zich een soort van geprofileerd als grote zus van Matsi. En als ze samen naar het bos gaan en Matsi rent weg, dan haalt Dayo hem ook op. Als Matsi iets doet wat stout is, dan zie je Dayo echt een beetje zo kijken van, dit is niet goed. Of soms vindt Dayo het heel erg grappig als Matsi iets stout doet. Dan zie je hem ook wel een beetje zo kijken van, Matsi doet stoute dingen en ik doe het lekker niet, maar ik vind het wel heel erg grappig. En ja, die twee zijn gewoon fantastisch samen. Maar soms is het best wel zielig. Want als ik Matsi dan niet mee heb, dan is Dayo, dan merk je gewoon echt dat hij een beetje teleurgesteld en verdrietig is. Dan gaat hij soms de hele dag op de bank liggen en voor zich uit zitten te staren. Dus dan missen ze elkaar echt. Maar echt eindeloos veel gave dingen maken we mee. Nou, mijn figurant Dayo heeft inmiddels de benen genomen. Die was er klaar mee. En ja, hij zag zijn baasje. Dus hij denkt, ik ga lekker met mijn baasje lopen. Dan wil ik tegen jullie zeggen, nu super bedankt voor het kijken. Heb je nog leuke ideeën wat we kunnen doen op Dierenpraat? Wil je een bepaald ras zien in de video's? Vind je dat leuk om daar meer over te weten? Of heb je toevallig dat ras? Laat dan even in de comments weten. Nou, voor nu, doe een duimpje omhoog voor Dayo. En natuurlijk ook voor Matsi en voor de video. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Tot volgende week. Doei!